De coronavaccins worden uitgebreid getest in hele grote groepen mensen. Dat gebeurt bij alle medicijnen. En uit dat onderzoek is gebleken dat kortdurende bijwerkingen, bijvoorbeeld pijnlijke arm of koorts, inderdaad kunnen optreden. Wat niet uit die onderzoeken blijkt, is of er eventueel hele zeldzame bijwerkingen optreden. Dat kunnen we nu nog niet weten. En daarom is het ook belangrijk dat als die coronavaccins eenmaal op de markt komen, dat daar nog verder naar gekeken wordt. Dus de fabrikant is ook verplicht om onderzoek te blijven doen naar de werkzaamheid en de veiligheid van de coronavaccins nadat ze al op de markt zijn gekomen. En om hierover te rapporteren aan het College voor Beoordeling van Geneesmiddelen.